Dat was zo heel duidelijk. Dat was die rare jongen met de rare haren en die rare stem. En dan denk je, wie ben ik dan nou? Ja, die stem is er nog steeds natuurlijk. Maar die is, ja, die gaat volgend programma pas weg. Want ja, we met het mandje boven in zo'n boom terechtkwamen. De mandje kantelde. Die vlam die toen eindelijk aan was, ging toen tegen de ballon. Die raakte in de brand. Gelukkig bleef ik rustig. Maar die ging dan zeggen, nee, dat is geen jonge dame. Dat is een jongen. Nou, dan viel het gesprek stil. En dan kwamen er mensen achter toonbanken vandaan om mij heen te lopen. Ik wil toch niet zeggen dat er een piemelon zit? Oma Huibrechts blijkt trouwens, dat wisten wij niet, blijkt achteraf zelfs historisch onderzoek naar te zijn geweest. Oma Huibrechts blijkt achteraf historisch bepaald de allereerste Nederlandse bitch te zijn geweest. Ja. Het is heel vermoeiend, maar ik hou het wel vol. Maar ja. Nee. Waar is hij nou? Nee, ik heb hem wel hoor. Maar